staan we op en elke avond gaan we slapen. Wat tussenin gebeurt in de periode dat we wakker zijn. Of denken dat we wakker zijn, terwijl we meer dan het grootste deel van de tijd. Wat op zich ook merkwaardig is. Want over hoeveel tijd hebben we het dan? In een soort slaapmodus. Ook wel transe genoemd. Doorbrengen en in dat vernauwdeloos vaak dingen aan ons voorbij gaan. En andere dingen onze aandacht trekken, omdat net ons reticulair activatiesysteem ervoor zorgt dat... Dat waar we in geloven en dat waar we van overtuigd zijn, net iets meer opvalt dan al het andere. En ons daardoor extra bevestigt dat we goed bezig zijn. Of althans, dat denken we. Want in dat goed bezig zijn tussen het moment waarop we opstaan en het moment waarop we gaan slapen, en ook vaak nadien... Kampen we met vragen, uitdagingen, problemen, trauma's... Gepercipieerde beperkingen. Aspiraties en nog zoveel meer gedachten. Gevoelens. En activiteiten. Waarvoor we soms wel en soms niet op zoek zijn naar antwoorden en uitwegen. En dat, beste luisteraars, is precies wat de breinpiraten faciliteren. Het vinden van verborgen schatten in ons brein. En in ons hart. En in onze geest. Ahoy! Welkom breinpiraten hier in de studio en ergens anders op deze wereld. We zijn inmiddels toe aan podcast 23. Wat een genoegen. Amai. Blijf aan dit apparaat hangen dat je nu gebruikt om deze podcast te beluisteren, want het wordt alweer een spetterend, inspirerende podcast. Met deze keer in de studio... Stef. Koen. Koen, wat hebben jullie de voorbije weken allemaal uitgevreten? In het kort... Gemindscaped. Gemindscaped. En jij... Gemindscaped en ook bompa geworden. Ja, geef hem een warm applaus. Dank u. Een breinpiraat die bompa geworden is. Van een klein breinpiraatje, hè? Inderdaad. Tof, hè? Leuk. Heel een mini breinpiraatje. Cool. Ja. Daar gaan we het misschien ook in de loop van deze podcast nog over hebben. Jij had het over mindscapen. Het zijn allemaal ingrediënten die aan bod gaan komen, want in deze podcast gaan we jullie als voorschotel paar dingen serveren. Onder meer een terugblik op de fameuze jubileumparlee van 5 december jongstleden. Dat was een fantastisch iets. Ja, dat was schitterend. Hè. Ja. Dat is super. Maar er is meer. Hè. We hebben ondertussen al 6 studenten op amper een week tijd die gaan deelnemen aan de al ongelooflijk vernieuwde NLP Flex Blended opleiding. De hele pak woorden. Dat is eigenlijk NLP practitioner. Ja. Flex. Want het is heel flexibel. Ja, ja. En het is een blended leertraject. Ja. En daar gaan we... Dat wil zeggen dat ze zowel online als offline training naadloos met elkaar integreren. En we beperken de groep opzettelijk tot 10 mensen. Ja. Dus tijdens deze podcast zou je ook weer voelen waarom je bij de resterende 4 wil zijn. Er zijn nog 4 plaatjes. Ja. En dan, ja, we hebben donderdagavond toegepast, maar jullie ook in de voorbije weken, mindscaping. Daar gaan we toch ook een tip van de sluier oplichten. Doen en dan, we. Ja, en als hoofdschotel met de feesten in het vooruitzicht stel ik voor dat we eens wat magische woorden belichten. Zo van die woorden die het verschil kunnen maken in een conversatie aan de kerst- of de nieuwjaarstafel, maar misschien ook nadien, tijdens recepties of conversaties. Want het is altijd leuk en gemakkelijk om magische woorden te gebruiken om het feestgedruis wat op te luisteren. Oh, kijk eens aan. Of in te perken. Ik word er al helemaal vrolijk van. Goed. Wat toepasselijk mag zijn. Ja. Maar al hek het op een stokje. Het was wat, de parlee van 5 december. Amai, zeg. Kun je wat zeggen daar, Hans? 20 mensen. En ik en jij ook trouwens. waren daar. Maar we hebben elkaar niet veel gezien, want het was zodanig druk in het feestgedruis. Het was een leuke bende. Ja, piraten. Ja. En de mensen sijpelden ook zo wat binnen. De meeste mensen waren eigenlijk mooi op tijd. Ja. Maar we lieten ook toe dat mensen kwamen binnen druppelen. En al bij al was het een zeer leuke dynamiek. Met toch een aardig pak demo's die we gedaan hebben. Dus dingen die we gedemonstreerd hebben. En niet alleen wij. Ook. Ja, we hadden Koen van Raad en Veronique Schelfout, die eigenlijk beetje de mensen zijn die 15 jaar geleden die emotional freedom techniek in EFT, Europa of EFT, ingevoerd hebben en daar ook een zeer leuk boek over geschreven hebben. En ze hebben inderdaad ook een leuke demo gegeven rond hoe dat je dat toepast, dat tikken op
acupunctuur. Inderdaad. Ja. Ik kon er helaas niet bij zijn, maar ik heb van een aantal mensen eigenlijk wel ondertussen een paar leuke reacties gehoord. Met de complimenten aan de chef alweer. Hè. Ja, het schijnt lekker geweest te zijn. Ja. Heel de dag in de kombuis. En qua sfeer was het er ook... Het was gezond. We hadden ook veel, veel nieuwe gezichten. Hè. Ja. Er was iemand die ooit, ik denk 6 maanden geleden, een leafletje opgepikt heeft in een of ander bedrijvencentrum. Dan naar aanleiding daarvan naar de podcast beginnen luisteren is en dan nu ook aanwezig was. Helaas een beetje vroeger is moeten weggaan, weer spannen met de wagen. Ja. Maar die komt zeker nog terug. Dan hadden we Koen en Veronique. En dan nog een paar, ja, leuke want bijna alle mensen die de NLP Practitioner Flex hebben afgerond, dus vorige maand, die waren er ook. Ja. Dat leidde eigenlijk tot een heel plezante dynamiek. Ja. Omdat we hadden zo ergens mensen die al skills verworven hebben. Om nog mensen die eigenlijk nog skills willen verwerven. En dat gaf ook aanleiding tot heel veel, wat we noemen, impromptu gelegenheden. Om eigenlijk iemand te hypnotiseren. Of om een keer een leuke conversatie te doen. Omdat er heel veel subliminale communicatie in gestoken kan worden. Dus dat is eigenlijk, het was een hele, hele leuke dynamiek. Zeker voor een avond waar dat we zoals gewoonlijk niks voorbereid hadden. Volgen de mensen dat we goed voorbereid waren. Ja, we waren goed voorbereid. Ja. Dat zijn we altijd. Heb dat verhaal trouwens geteld van een van de gasten die er was op de parlé? Die had dus ook zitten te kijken naar Koen van Reet toen dat hij de EFT-demo deed. Mm-hmm. En die stuurt mij, dus als donderdag aan, die kreeg zaterdag een mailtje van die jongen. Zegt hij, ja, mijn dochter, die is 6 jaar en die is al van beide geboorten aan het duimzuigen. En dan beschrijft hij zo in 5 lijnen wat ze al allemaal gedaan hebben om haar daarvan af te krijgen, maar zonder succes. En dan zegt hij, vrijdag dacht ik zo van, ik ga dat ook eens proberen, dat tikken tussen, in dat putje zo tussen uw pink en uw ringvinger, en daar zo wat op tikken en ondertussen mijn dochter laten herhalen van, ja, duimzuigen is slecht en duim smaakt naar kakka en zo, allemaal van die leuke dingen. Ja. En zegt hij, en moet je nu wel weten, zegt hij, mijn vrouw kan altijd niet geloven, ze is nu al 24 uur niet meer aan het duimzuigen. Hè. En vanmorgen kreeg ik een mailtje, en we zijn ondertussen al, meer dan 48 uur verder, en ze is nog altijd verlost van het duimzuigen. Dus die was fantastisch tevreden. Een fijne anekdote, omdat dat het ook toont dat op zo'n avonden gebeurt er magie. Hè. Dat is. Die technieken, die werken gewoon. Hè. We weten nog niet altijd waarom dat ze werken. Nee. Maar we kunnen zien dat ze werken. Ja. Ja, dus je hoeft eigenlijk, en dat is het leuke eraan, je hoeft geen believer te zijn om het te doen werken. Klopt. Zowel bij jezelf als bij andere mensen. Ja. Dat is zo. En een andere fijne anekdote waar dat ik aan dacht, was die van iemand anders die, je had het daarnet over hypnose, en die vroeg, ik ben er zeer in geïnteresseerd, maar wat doe je dan met mensen die eigenlijk daar zo wat weerstand tegen hebben? Ik zeg ja. Ik zeg, wat ik dan meestal doe, is eerst eens uitleggen wat ik precies ga doen zonder het eigenlijk te doen. Ik zeg, als je wil, zal ik je dat eens voortonen, hoe dat dan eigenlijk gaat. Ja. En ik begin dus eigenlijk met een soort inductie en die was eigenlijk direct weg. Ja, maar dat is voor alle duidelijkheid voor de breinpiraten die aan het luisteren zijn. Dus als je mensen zegt wat je gaat doen om iemand te hypnotiseren en je doet het voor... Ja, dan doe je het eigenlijk al. Hè? En zonder dat mensen, en het leuke is dat mensen op dat moment geen weerstand hebben, omdat ze nog met dat frame zitten van, het is nu nog niet, hè? Maar het effect wordt wel op dat moment gecreëerd. Ja. En daarnet sprak je over, we weten eigenlijk nog niet echt wat er gebeurt. En dat deed mij denken, ik heb het er even bijgehaald, ik ben momenteel naar een audioboek aan het luisteren, Brain Myths Exploded. Uit reeks The Great Courses. Fantastisch boek met allemaal lezingen van in dit geval neurologen en mensen die met hersenen zo bezig zijn. En een van de auteurs vond eigenlijk wel leuk gezegd, zegt hij, wat dat we vandaag eigenlijk aan het doen zijn met ons brein is reverse engineering. Zegt ze, stel dat je aan iemand die totaal niks van smartphones weet, maar die dat ook nog nooit gezien heeft, een smartphone geeft en zegt, kijk, schrijf hier nu een keer een handleiding over hoe dat dan werkt.
Als je die handleiding in, dat zou enorm veel tijd nemen, voordat die persoon alles ontdekt heeft, laat staan dat die persoon alles ontdekt heeft. En als je dan die handleiding zou lezen en je zou ze matchen met wat eigenlijk de originele creators van de smartphone als handleiding schrijven, dan zou er waarschijnlijk ongelooflijk veel verschillen zitten en heel veel onvolledigheden en onwaarheden. Mm-hmm. En ze zegt ook van ja, we zien dingen gebeuren, maar we kunnen helaas, of misschien gelukkig, nog niet alles wetenschappelijk verklaren of onderbouwen. Maar het gaat wel met rassen schreden vooruit, dat wel. Ja, maar goed, ja, dat is ook zo. Dat hebben we trouwens ook gezien op die UK Hypnosis Convention. Klopt. In Londen, dus begin november. Dat waren heel wat wetenschappers eigenlijk, die, die eigenlijk gewoon konden verklaren waarom dat de effecten er zijn. Omdat we nu in ons neurologische onderzoek inderdaad kunnen zien, dankzij de MRI-scans enzovoort, die eigenlijk live gebeuren wanneer dan bijvoorbeeld iemand gehypnotiseerd wordt of in een bepaalde trance zit, of wat ook. Welke effecten dat geeft op het brein. Ja, heel leuk. Ja, dat is tof. En ik denk dat we ook, ik vermoed dat we bij de Breinpiraten wel die nuchterheid hebben, maar het is altijd opletten, en dat komt in dat boek ook een paar keer naar voren, dat we niet in de confirmation bias trap vallen. Hè? Want die dame zegt ook van ja, bij heel veel onderzoek wordt er al uitgegaan van een bepaalde conclusie en zijn de resultaten nogal vaak gekleurd. Hè? Dus die heeft als, eigenlijk is self-researcher, maar toch ook een paar bedenkingen bij dingen die op de markt komen. Vooral dan rond wat depressie is, wat schizofrenie is, wat bepaalde aandoeningen zijn, of vermeende aandoeningen en de manier waarop die behandeld worden. Dus het is een zeer boeiende wereld. Ja, absoluut. En het leuke is dat we met de Breinpiraten die dingen gewoon heel praktisch houden. Ja. Dus de academische wetenschap, die is er. Die genereren inderdaad bepaalde inzichten. En wij zijn professioneel gewoon de hele dag bezig met trainingen geven, dus het is onze job om die dingen gewoon te verpakken in, bijtklare brokjes. En dat doen we dus met de Breinpiraten ook. Zo zeggen, met de Breinpiraten werken wij wat dat werkt. Hè. Dus als iets werkt, dan werkt het. En hoeven we dat noodzakelijk helemaal te doorgronden? Waarom precies iets een bepaald effect heeft, dat hoeft niet. En zo komen er ook een heleboel dingen aan bod van vroeger. Hè. Oude wijsheden, oude inzichten. En als blijkt dat dat even goed werkt. Er zijn trouwens een aantal wijsheden en inzichten die steeds meer onderbouwd worden hè, nu door die onderzoeken. Hè. Ook wetenschappelijk. Maar bijvoorbeeld, onder andere de inductie die eigenlijk Mike gebruikt bij het mindscapen. Mm-hmm. Ja, 3 keer diep ademhalen, handen op het hart. Ja, je kan daar de link leggen met de hartchakra. Chakras, sommige mensen die gaan al direct ergens zo weerstand hebben, anderen dan weer niet. Maar eigenlijk zijn er heel veel van die zaken gewoon te herleiden tot. Hè, en zelfs, zoals dat Stef daarnet zei, je hoeft het niet allemaal te geloven. Hè, als je ziet dat het werkt, dan is het gewoon echt zo. Hè. Ja, dat is zo. En goed, dus dat is dan de fenomenologie, noemen we dat dan. Hè. Dus we zien het fenomeen dat iets werkt. We kunnen dat modelleren, hè, op een patroon die daarachter zit, modelleren, zodat we het kunnen repeteren, dat we het kunnen herhalen. Dat is trouwens hoe dat we altijd als mensheid aan de slag zijn gegaan. En het is aan de andere kant ook wel leuk om het systeem die erachter zit, dieper te kunnen doorgronden. En als je het ene sluit, dan er niet uit. Hè. Nee. En natuurlijk is het zo dat we nog niet alles weten. En dat er inderdaad ook wat belief systems enzovoort achter kunnen zitten. En wat al dan niet vermogend kan zijn of beperkend. Maar het is sowieso goed van dat met een kritisch oog naar te kijken. En gewoon te kijken van, wat werkt er? Mm-hmm. Wat kunnen we herhalen? En wat kunnen we zelf gebruiken om uiteindelijk de levens van onszelf, van andere mensen, een stukje aangenamer te maken? En tegelijkertijd ook een beetje vervelender. Dat is ook wel een klein beetje. Een beetje de missie van de Breinpiraten. Ja. Mag makkelijk zijn, moet daarom niet altijd. We mogen er ook nog een beetje fun in hebben. Absoluut. Naast die fun ook zo, gewoon het openstaan voor wat er is. Hè. Zonder de oordeel, zo dat oordeel kunnen loslaten. Hoe kunnen werken met wat er gebeurt. Is dat nu geen oordeel? Misschien. Maar het klinkt pretentieus misschien, maar ik denk soms en ik voel soms dat we als breinpiraat in die openheid en die voortdurende nieuwsgierigheid
soms eigenlijk vakoverstijgender zijn, als je dan overschrijdender zijn, dan de gemiddelde specialist in een bepaald domein. Mm-hmm. Ja, want we zijn zowel geïnteresseerd in de werking van de hersenen, maar ook in chakra's, in EFT, in alle mogelijke disciplines, om te gaan ontdekken van wat zien we gebeuren en er is duidelijk iets dat werkt. Hè. Ja, mm-hmm. En inderdaad dat het vaguely annoying mag zijn. Vanmorgen hoorde ik een vermogende vraag. Zo van, welk probleem zou je in jouw leven vandaag kunnen oplossen en hoe zal dat jouw leven moeilijker maken? Dat werd geïnspireerd op iemand die eigenlijk van een mentaal probleem af wou. Maar die wist, als ze daarvan af was, dan ging ze terug moeten gaan werken. En ze deed haar een job niet graag. En zo kun je er wel een aantal verzinnen, denk ik. Dus meteen hebben we al een eerste bonus, vermogende vraag, beste luisteraar. Welk probleem ga je deze week oplossen en hoe gaat dat jouw leven bemoeilijken? Voilà. Als u dat graag zou hebben, natuurlijk. Ja. Ja. En een ander model waar dat we heel hard mee bezig zijn, is mindscaping. Vertel daar eens iets over. Ja, wel, we hebben dus... we zijn nu alle 3-4 eigenlijk, met Jonathan erbij, gecertificeerde mindscape coaches. Wat wil dat eigenlijk inhouden? Dat wil zeggen dat we eigenlijk de methode van het mind, die door Mark Mandel is ontwikkeld geweest, mindscaping, dat we die eigenlijk kunnen gebruiken om bij mensen, ja, wat dat we eigenlijk doen is het creatieve vermogen die in ons onbewuste geest bestaat, niet ten volle te activeren en te stimuleren. Dat is een visualisatieoefening. En eigenlijk alle mentale, emotionele blokkades die er zouden kunnen zijn, alle beperkende patronen die je zou hebben, maar ook bijvoorbeeld bepaalde zaken die je wil bereiken, of die bepaalde, er kunnen zelfs concrete doelstellingen zijn, of waarden die je voor jezelf ingevuld wil zien in je leven. Ja, die kunnen we eigenlijk dankzij die oefening heel makkelijk, en dat is het leuke, hè, heel makkelijk gaan benaderen. Omdat wij hoeven de content van de verkenner, dus van de coachee of de verkenner, niet te kennen. Het is eigenlijk content free. Wat het ook een zeer veilige procedure maakt. De persoon middels de oefening gaat in een bepaalde trance, zonder dat er eigenlijk gehypnotiseerd wordt as such. Hè? Dus we faciliteren een bepaald proces en de persoon gaat in trance. En in die trance, dus die begeleide visualisatieoefening, ja, gaat er van alles opduiken vanuit je diepste onbewustzijn. En het leuke is dat je die dingen dan kunt veranderen. Ja. En het is alsof dat je... In een post heb jij, het is heel mooi omschreven, maar ik denk dat jij het beter kan zeggen hoe dat jij mindscaping... Het was heel mooi in elk geval. Het is, ik weet niet meer net van buiten hoe ik het dan opgeschreven heb, maar ik zou zeggen, met heel veel respect voor de klant of voor het subject of voor de verkenner, hoe dat je wil, ga je eigenlijk een proces faciliteren, dat, zoals dat Stefan zei, de inhoud is volledig... Die hoef je als begeleider totaal niet te kennen. Die blijft volledig bij de persoon. En het enige wat je eigenlijk doet, dat is een stukje, en dat maakt het ook zo mooi, meegaan. En laat het dan een fantasie of een metaforisch verhaal of een beeld, een visualisatie noemen van de ander. Ja. En daarin meegaan en dat proces als het ware een stukje begeleiden. En zoals dat Mike Mandel zo mooi verwoord had... Kijk, als je kijkt naar wat Ericsson deed, hè, het grote voorbeeld, ook om mensen in trance te brengen en om naar oplossingen te gaan, die had een ongelooflijk grote, zeg maar, voorraad aan inzichten en suggesties. En die kon suggesties geven die ook eerder inhoudsgericht waren. En Mike zegt, we kunnen niet allemaal een Ericsson zijn, we hoeven helemaal niet inhoudelijk suggesties te geven. Ja. Het volstaat om eigenlijk dus de suggestie te beperken tot waar het proces de persoon in kwestie brengt. Ja. En met andere woorden, die persoon die het ondergaat, eigenlijk ondergaat hij het niet, hij maakt het volledig helemaal zelf. Ja. Hij blijft eigenlijk in de driver. Helemaal in de driver zitten en is helemaal in controle. En dat is ook een reden waarom dat zo veilig is en waarom dat mensen effectief ten allen tijde, ook als je op een gegeven moment
Als het nodig is van even de oefening bij wijze van spreken te onderbreken, dat kan dan. Dat is fantastisch. Je kunt daar eventjes uitgaan en terug in. Dat werkt totaal mooi, niet blokkeerd. Nee. En het mooie en het krachtige is inderdaad dat de metaforen die gecreëerd worden door de verkenner zelf gecreëerd worden. Dus het is metafoorcoaching in die zin, dat je eigenlijk gewoon het proces faciliteert. De metaforen komen vanuit het onbewuste van de persoon naar boven. En daar kunnen oplossingen in zitten. Het is uiteindelijk heel vaak de verkenner zelf niet, die er zijn betekenis aan geeft. Ja, dat klopt. En wij hoeven dat zelfs niet eens te kennen en te weten. Absoluut. Ik heb het proces van het weekend met mijn dochter gedaan. Die is 7 jaar. Hè? Dat was een verkorte versie. En dus in een tiental minuten tijd hebben we de oefening gedaan. En zij heeft van alles gecreëerd in haar hoofd. Want de Sint was juist gespeeld. En op de een of andere manier was het weekend eigenlijk heel vol met van alles en nog wat. Hè. Met een balletvoorstelling en met allemaal van die toestanden, familiebezoek enzovoort. En eigenlijk wat ze het meest van alles wou, was gewoon spelen. Ja. En ze zat daar eigenlijk mee. De zondagochtend zat ze daarmee. Want eigenlijk wil ik spelen en wil ik niet naar het ballet en bla bla bla. En dat soort toestanden. En toen hebben we gewoon die oefening gedaan. En gewoon, spelen was dan de thema. De kaart, voilà. En de kaart werd uit, de mentale kaart werd uitgerold in de visualisatieoefening. En de metaforen die naar boven kwamen, ik ga dat nu niet allemaal zitten benoemen, maar. Ze zag van alles, ze zag een kasteel, ze zag een kermis, ze zag een speeltuin, ze zag een molen, wat het ook mogen betekenen allemaal. Maar dat gaf eigenlijk haar de innerlijke rust en de resources om heel goed geluimd uit die oefening te komen. Dus dat is eigenlijk, het is een zeer krachtig iets. Je kunt het dus met volwassenen doen, je kunt het met kinderen doen, het is een heel mooi proces. Het duurt ook niet lang. He, dus ik heb met mijn dochter 10 minuten tijd gedaan, maar normaal gezien, als we dat doen, is dat iets van een drietal kwartier of zoiets. Een half uur, drie kwartier. En er komt van alles naar boven. En mij is het ook opgevallen dat aan het eind van het proces, ik heb er vorige week eentje gedaan, en dan geef je aan de betrokkenen ook de tijd om alles, als het ware, te programmeren. Hè. Ze hebben heel veel dingen gedaan, maar heel vaak onbewust. Dus de tijd nemen om je dat eigen te maken, zodat het nadien ook gebruikt kan worden. En dat proces op zich is ook al boeiend. Ik heb zo'n had die 10 minuten zat hij daar nog. En dan zie je ook aan de oogbeweging, de mondbeweging, de kleine beweging, in het gezicht, dat er nog van alles aan het gebeuren is. Zo. Ja. En dan ineens is die daar. Zo, en... Ja, het is boeiend. Het is boeiend. Het hoeft ook niet altijd direct te gebeuren. Ja. Ik heb ook zo'n voorbeeldje van iemand die zei van, op het moment zelf, als de oefening gedaan was, dan was ik helemaal in verwarring. Zeer goed. En dan heeft dat zo een halve dag blijven draaien en doen zo. Ja. En in één keer was dat inzicht daar en was de kracht daar om gewoon... Ja, in actie te schieten, dat is geweldig. Hè? Dat is typisch wat we ook doen in Ericksoniaanse hypnose of in NLP. Hè? Ja. Dat is dat verwarring voor ons is iets goeds. Hè? Absoluut. Dus als mensen zeggen, ik voel me verward, dan zeggen we zeer goed. Ja, waarom is dat zeer goed? Omdat in die verwarring is de kritische geest even aan het wandelen en komt er vanuit je onbewustzijn van alles naar boven. Je creëert eigenlijk door de verwarring een ruimte waardoor er resources, mogelijkheden, middelen, opties naar boven kunnen komen. En dat wordt dan op een bepaald moment, en dat duurt inderdaad enige tijd, dikwijls. Enige tijd later begint dat zo, begint die puzzelstukjes in elkaar te vallen. Dat is fantastisch. Ja. En over verwarring gesproken, hoe gaan we dit jaar voor verwarring zorgen aan de kersttafel? En tijdens interessante gesprekken. Onze favoriete periode. Ja. Kerst is voor heel veel mensen toch een stukje magie. Ja. Hè. We worden mee opgevoed, opgegroeid met de kerstmagie. En hoe kunnen we het nog magischer maken? Ja. Aan de kersttafel bijvoorbeeld. Als we spreken, gebruiken we taal.
En mochten we eens creatief gaan met magische woorden, bestaan die? Dat is de eerste vraag. Kunnen we magische woorden inzetten? Geloven we dat of weten we dat? Ja. En zo ja, nee. Ja. Wat zouden we er nog kunnen doen? Nee, ja, wat zijn magische woorden? Magische woorden zijn eigenlijk een soort woorden die ruimte creëren in de hoofden van de mensen. Of nu net ruimte dicht doen. Dat kan ook, hè. Dat je zegt van, we willen hier naar een bepaalde conclusie gaan, of een bepaalde... Of dat je zegt van, dit topic leidt naar nergens, dus we gaan hier even iets inbrengen. Ja, maar dat is helemaal juist. Voilà, ja, maar, bijvoorbeeld. Hè, waardoor dat het gesprek een hele andere wending krijgt. Mm-hmm. En misschien dat ik een klein voorbeeldje aanhaal. Laatst had ik een gesprek met iemand, en ik weet absoluut niet meer waarover dat ging, maar iets wat aan bod kwam in die conversatie was dat er was iemand die moest samenwerken, of die wou samenwerken met iemand anders. En die andere persoon was zo redelijk categoriek. Hè. Ja, nee, dat kan wel, dat kan niet. Ik vind dat, en dat wordt zo... Hey, ik vind dat, of ik zie het zo, boom, of ik ben ervan overtuigd, boom. En er wordt iets geponeerd, en er wordt uitgedrukt alsof het de waarheid of de werkelijkheid zou zijn. En dan kun je dat op twee manieren, op verschillende manieren mee aan de slag, maar wat de meeste mensen doen, is ze stellen zich daar geen vragen meer bij, en wat dat juist gezegd geweest is, bijvoorbeeld, ja, ik vind dat... laten we eens even de pietenproblematiek, hè? Mm-hmm. Voor mij is het geen problematiek, maar goed, hè? Ja. Hè? Dat is zoiets die de laatste weken toch weer de pers gehaald heeft, hè? Hebben we het nu over zwarte pieten, of roete pieten, of, wat is het nu eigenlijk? En is dat dan racistisch, of niet? Of is het iets cultureels, of, zo, heel die, die discussie daar rond. En iemand zei bijvoorbeeld, ik vind dat, hè, bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets, ik vind dat de pieten zijn altijd zwart geweest en ze moeten zwart blijven. Boom. Voilà. Ah ja. En wat is er dan nog mogelijk? Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Ik vraag dan ook graag zo van... En weet je dat of geloof je dat? Ja. Zo van die killing questions. Ja. Natuurlijk, het is misschien aangewezen om daar op kerstavond zeker gedoseerd mee om te gaan. Want het is sowieso een gevoelige... Intentie, ja. We hoeven eigenlijk de finaliteit niet als such te accepteren. Hè? Die finaliteit bestaat alleen maar in het hoofd van iemand. Hè? En de werkelijkheid is natuurlijk veel rijker. Ja, klopt. En als we dan gewoon vragen van, ja, wat is er nog mogelijk? Of gewoon het woordje of gebruiken. Ja, mm-hmm. Dus ik vind dat zwarte pieten zwart moeten blijven. En dan zeggen we, of? Ja. Zo, en je zwijgt, hè? Of? En dan is er zo die akelige stilte waarbij dat een transdirivationele zoektocht geactiveerd wordt. En verwarring. Allemaal goede dingen. Just. Met andere woorden, dus de mensen, een brein gaat eigenlijk aan de slag om invulling te geven op die of. En dan kan je van alle soorten antwoorden krijgen. Wat dat heel leuk is om het gesprek in een andere wending te gaan. Juist. Terwijl je het vertelt, zie ik mij in de keuken staan. Niet om te koken, hè, want we weten ondertussen dat Breinpiraten Ingrid de fantastische kok in huis is. En ik heb daar ook een trucje geleerd, omdat ik ben dan zo... Ik kom dan eens langs en dan denk ik van, ik ga dat vuur wat minder zetten. Of schatje, zou je dat daar niet zetten? Of zo, ik heb niks te betekenen in de keuken. Maar dat durft wel al eens aanleiding geven tot, maar waar moeit je mee en dit en dat. Hè. En zo een mooi om dat te parkeren is, bedankt. Maar ik heb voorlopig geen input nodig. Oh, ja. Bedankt, maar ik heb voorlopig geen input nodig. Je neemt eigenlijk de verantwoordelijkheid bij jou. Bedankt dat je dat zegt. Maar ik kan eigenlijk verder. Ik heb geen input nodig. Mm-hmm. Dat is ook een mooie om opwellende potentiële ruzies of discussies te parkeren. Ja. Heb je er zo nog? Ja, ik stel dan soms de vraag van... stel je voor dat... Iemand poneert iets en herkaderen, de andere vraag, de what if. Hè. Stel je voor dat het zo of zo zou zijn en hoe zou jij er dan mee omgaan? Ja. Iedereen kan wel altijd iets voorstellen. Ja, en dat komt er eigenlijk altijd op neer om die openingen te creëren, hè, om opties. Hè.
En misschien is het ook mogelijk dat... Puntje. En een andere die ook leuk is, is van... dat is heel interessant wat je zegt. En ik was er onlangs nog met iemand over aan het praten. En die kende iemand die aan hem verteld had dat het ook zo of zo of zo kon zijn. Dus dan ga je eigenlijk iemand anders de verantwoordelijkheid geven van de woorden die je eigenlijk zelf zegt. Beetje, en dat is ook zeer goed om een embedded command te geven. Een beetje authority bias gaan. Ja. Maar het is kwestie van jezelf wat onkwetsbaar te maken. Maar dat kan zeer goed zijn van... en er was een vriend van mij. En die zijn vrouw zei ook tegen hem van... En dan ga je nu opruimen. Ja. Dus, en als je dat dan met de juiste dosering doet van woorddebiet... En de juiste intonatie met het embedded command is het embedded command. Ja. Maar het is via dat het binnenkomt. Dat is ook een zeer handige om in diverse contexten te gebruiken. Ja. Misschien is met een loonsopslag, als je naar je baas gaat volgend jaar, van ja, en mijn schoonbroer die zei nog tegen mijn schoonzus onlangs, en dan ga je mij nu opslag geven. Ja, maar dat is, zeker in het Nederlands is het niet zo makkelijk om ingebedded commando's of embedded commands toe te passen. In het Engels, de Engelse taal, gewoon in de grammatica, de grammaticale opbouw, leent zich daar veel makkelijker toe. Maar in het Nederlands is dat wat moeilijker. En als je dan iemand, de woorden herhaalt die iemand anders zou zeggen, als een soort quote, dan... Zeg, jullie zijn wel goed bezig, hè? Embedded commands aan de kerstdiner. Hè? Ga je nu de tafel afruimen? Ja, tuurlijk. Ja. Zij eens ooit iemand bij wie ik op bezoek was. Kom. Zalig, hè? Ja. Ja, maar je moet dat met een beetje handigheid doen. Tuurlijk. Je hoeft niet alles meteen te doen, hè, Koen? Een andere leuke is ook de omdat. Hè, als je iets wil doen, dat je daar een omdat... reden aankoppelt om het eerste deel van wat je eigenlijk wil doen kracht bij te zetten. Ja. En het blijkt dat de reden die je dan geeft eigenlijk er totaal niet toe doet. Er is zo'n hele leuke anekdote over. Eigenlijk, de grond van de anekdote was een wetenschappelijk onderzoek die ze wouden een manier vinden om mensen te overtuigen. En de studenten, dat was zo in een kopiemachine, altijd een lange wachtrij. En de studenten die aan het onderzoek meededen, kregen eigenlijk de opdracht om eigenlijk te mogen voorsteken in die wachtrij. En ze moesten van alle soorten dingen gebruiken, trucjes gebruiken, om daar te geraken. En wat bleek dat inderdaad, Ik ga voorsteken, want ik moet kopieën maken. Want inderdaad, en eerst hadden ze nog moeite te doen om een geldige reden te bedenken, maar wat bleek dat je eigenlijk die geldige reden helemaal niet nodig hebt. Ja. Nee, ik zou eigenlijk moeten voorsteken, want ik moet kopies maken. Doe maar. Het is maf. Dus omdat werkt zeer goed, gewoon omdat het goed werkt en omdat er natuurlijk ook makkelijk een ingebed commando kan inzetten. Dus ik zou op kerstavond, ook al gaan we het deze keer cadeau vrijhouden, maar... Als je cadeautjes uitdeelt aan elkaar, dan zou je kunnen zeggen, ik ga nu zelf alle cadeautjes open doen, omdat het kerst is. Ik weet niet of je daarmee gaat wegkrijgen, natuurlijk. Hè. Je kunt het een keer proberen. Absoluut. We kunnen ook gewoon zeggen, van we gaan niet discussiëren, omdat we... Omdat we samen zijn. Een voorbeeld. Misschien impliceert ook iets. Misschien impliceert een mogelijkheid, maar eigenlijk eerder een probabiliteit. Ja. Ooit had ik een keer een tekst geschreven, en daar had ik een aantal keer misschien in gebruikt, met die reden. En de copywriter, die geen NLP kende, die gaf mij de feedback. Ik zou die misschien wat wegdoen, want dat klinkt te voorwaardelijk, hè. Eigenlijk werkt dat zo niet. En misschien creëert eigenlijk in het hoofd van de mensen een mogelijkheid, een optie, een mogelijkheid. En als je dat dan invult met iets die een beeld of een gevoel oproept, ja, dan wordt die misschien eigenlijk een werkelijkheid in het hoofd van de mensen. Dus misschien kun je nu al denken hoe dat je het misschien kunt gebruiken straks aan de kersttafel. Ja, misschien kun je nu al voorstellen hoe dat je de kersttafel, de conversatie wat kunt opluisteren.
met af en toe wat magische woorden te gebruiken. Een aantal van de magische woorden die je misschien nu al gehoord hebt. En misschien ga je zelf merken dan op welke manier dat dat mogelijkheden gaat creëren in de conversatie die je misschien daarvoor niet had gedacht dat er ging kunnen mogelijk zijn. En toch is het ook interessant om andere magische woorden te gebruiken en ook enzovoort en zo verder. Ja, weer onderwijs. Ik denk dat dat bij jullie nu ook al begint te dagen. Meer daarover in de training Deep Trance. Ja, onder meer. En ook in de NLP Practitioner Blended Flex of Flex Blended. Flex over de juiste volgorde van de woorden zijn we het nog niet helemaal. Zolang het maar verwarrend klinkt, Hans, dan is dat goed. Voilà. Ja. Maar misschien kunnen de mensen nu al overwegen op welke manier dat ze die dingen eigenlijk diep kunnen integreren. Ja. En een training behoort misschien tot de mogelijkheid. Vanzelfsprekend. En zeker als ze surfen naar Breinpiraten en dan doorklikken op de link naar de flex-training, dan zullen ze helemaal overtuigd zijn van het nut en ook de laagdrempeligheid van het verhaal. Tot hier de reclameboodschap. Koen, heb jij nog magische woorden in gedachten of op de tong? Ik heb vooral magische gedachten op dit moment. Ja. Ik ben net grootvader geworden en ik heb ook ondertussen, terwijl we deze verwarrende podcast aan het opnemen zijn, een beetje snel naar wat fotootjes gekeken. En kijk, ik zit meer met mijn gedachten daar. Dus het wonder van het leven. En op wie leek die? Blijkbaar op de mama. Op de mama, ja. Eigenlijk ik. Ja, een mooie babydochter. Ah, ja. Die zo'n trekjes heeft van de mama. Ja. En die trekjes heeft van de mama. En de typische details dan bij een baby, de grootte, gewicht? Ja, 2 kilo 975 en 49 centimeter. Ja. Zeer gezond. Ja. Dat moet, inderdaad, dat zijn de geplogenheden. Hè. We zouden nu kunnen een woord gebruiken, dat is inderdaad normaal. Inderdaad. En dat geeft dan geruststelling. Ja, absoluut. Inderdaad. Ja. Dat is ook zo eentje, inderdaad. Ja. Inderdaad, of ik begrijp wat je zegt. Inderdaad. Helemaal waar. En terwijl dat je het vertelde, dacht ik plots aan, en dan ben je teruggetrokken. Ja. Niet terwijl is er ook zo een. Schitterend, hè. Ja. Een woord zoals terwijl duidt eigenlijk op een bepaald proces. Hè. En dat is natuurlijk altijd leuk. Ja, terwijl dat je dat vertelt, doe mij dat er inderdaad aan denken. En terwijl dat Ingrid aan het koken was, hè, zaten mensen eigenlijk al te verlangen verlangen naar het eten. Verlangen om het naar, eten. Ze waren al aan het voorstellen wat het zou kunnen zijn. Ja. Ja. En als terwijl je, dat ze dat aan het doen waren, was er tegelijkertijd ook een conversatie die altijd zeer interessant was en dat we er ook de tijd voor namen om die conversatie de juiste kwaliteit te geven. En dat tegelijkertijd dat mensen ook... Sommige mensen zeggen, ja, maar dat vraagt toch wat taalvaardigheid. Ik denk dat het vooral gewoon wat oefenen. Oefenen. Het is eigenlijk oefenen. Gewoon mensen, en jullie luisteren nu wel in naar die podcast hier, maar eigenlijk 90% van communicatie is non-verbaal. Je kan ook gewoon rustig aan de tafel zitten en blijven glimlachen. En je schouders af en toe een keer ophalen en een keer knikken van links en naar rechts. Ja. En of duidelijk maken als het zeer interessant is van je hoofd eventjes af te wenden en ostentatief naar iemand anders te kijken. Ja, dat is ook een mogelijkheid. Bijvoorbeeld. Ja. En als je dan een leuke prank wil uithalen, die heb ik, ga ik eventjes lenen van onze Canadese vrienden Mike en Chris. Ik weet niet wat origineel van hun komt, maar stel, je bent op een netwerkreceptie. En er staat iemand die je eigenlijk niet kent, maar wat je zin hebt om eens een spelletje te spelen. Dan stap je daar gewoon naartoe en zeg je zo, dan bekijkt hem zo van, ja, de Mark had toch gelijk toen dat dit over u had. En dan laat je die ander zo verward kijken, zo, Mark, je weet wel over wie dat ik het heb. Dan draai je om. En je wandelt weg. Ja, je blijft niet kijken op hoe dat zit met de transdefrationele zoektocht. Ja. Ik denk dat een hilarisch moet zijn. Nu, het kan ook een leuke zijn om in contact te komen met iemand waarmee dat je wil praten, maar dat je zo niet weet van welke op een nieuwe receptie. Dan zeg je van... Ja, je stapt gewoon op iemand af. Ja. En als je het echt spannend wil maken, dan zeg je, je begint eigenlijk een hele vertellement over iemand anders die zogezegd
door de ander gekend is. Ja. Hè? Voilà, het was Mark zo gezegd, dat gespakt, ja, Mark, hè? Ja. Ah, hey, dus, dus ik ken jou niet, Koen, en we staan op receptie. Ah, ja, ja, en ja, Mark heeft laatst gezegd van, dat het toch wel interessant is dat we een keer zouden nadenken over bla bla bla, en Mark dit en Mark dat. Ja. En terwijl zit jij zo van, maar over wie heb je het hier? Maar gewoon als je dat met een soort, ja, hoe zeg je dat? Naturele natuurlijk en ja. zelfvertrouwen doet, ja. waarbij dat je eigenlijk ervan uitgaat dat Mark iemand is. Ja? Ja. En over wie heb je het dan, Mark? Ah ja, Mark, wel, kijk, de ding die ons geïntroduceerd heeft destijds. Dat voel je zo gegeneerd, want ik ben niet helemaal uit het oog verloren. Maar weet je, mensen die zo naar die netwerkrecepties gaan, die gaan vaak naar zo'n evenement. Op de duur weet je niet meer wie u heeft gesproken. Dat is een zeer goede. Ja, beste luisteraars, ook zeer bruikbaar op kerstfeestjes voor lang niet geziene onkels en tantes. Mark is toch al lang dood? En dan een ander, maar dan ben je best met twee. Dat is om stel, er is iemand aan het babbelen en echt, en dat blijft maar duren. En dan onderbreek je die. Hè. Stel, het gaat over iemand die zoal al 5 minuten over zijn werk bezig is. En hoe goed en dit en dat, zo de typische kersttafeldingen. En dan onderbreek je ze van, goh, maar ja, hetgeen dat je nu net zegt, sorry dat ik even zo'n beetje, maar dat doet mij eigenlijk denken aan eigenlijk hoe schandalig dat het is dat diamantsmokkelaars in verschillende gebieden in Afrika ten koste, echt waar, ten koste van die arme mensen ginder ter plekke, eigenlijk zichzelf en een paar rijken verrijken. En dan heb je uw wingman of woman die zo zegt, dat was precies wat ik ook aan het denken was hier. Hebt gelijk. En dan geniet je weer van de stilte en de verwarring. Zo van, en dan zegt de wingman van een ander, ja, en Zwarte Piet, hé, dat is een schandaal, hé. Dat is toch een schandaal. Zolang dat het maar van het onderwerp weg is dat je wil vermijden. Dus, ja, maar je hebt er zo altijd mensen die graag over zichzelf bezig zijn. Ja, dat is wel. En ik ben heel blij dat je daar zo blij mee bent met wat je hier vertelt. En ik zal ook eens iets vertellen over... Ja. Ik zal ook eens iets over jou vertellen. Over jou vertellen, ja, bam! Ook zo eentje dat je kunt altijd, als het zo passepartout. Ja, en normaal gezien, je begint eigenlijk over iets helemaal anders. Wat was eigenlijk, onkel Mark, die nog leeft, die is bezig over zijn werk. En dan, ja, ik hoor wat je zegt, Mark. En normaal gezien, als we een dierentuin gaan bezoeken straks, en je bent eigenlijk over iets totaal anders. Dus het lijkt alsof je meegaat, maar dan doe je eigenlijk compleet. Oh, ja. Dus zo'n kersttafelconversaties, trouwens, dat is altijd zeer, zeer... Trouwens. En dan, trouwens. Ik had toen mij denken aan de situatie van 2 weken geleden. En ik was aan iemand aan het vertellen, zo van ik heb een verslag gelezen, of een rapport gelezen, waarin dat, en dan volgde er een theorie. Hè. En die bekijkt mij zo, ja, maar Hans zegt, dat is al lang niet meer waar. Ik bedoel, want ondertussen is er al uit onderzoek gebleken dat het zo en zo en zo is. En ik kijk zo naar die mensen, ik zeg, wel, ik ben heel blij dat je dat gelezen hebt, en dat je dat ook gelooft wat je gelezen hebt. Maar tot nader orde ga ik nog heel eventjes geloven wat ik gelezen heb. Is het goed? En... Het was helemaal stil. Ja. Het was plezant. Ja. Ik kan dat ook. Ik begrijp wat je bedoelt. Stuurt. Ik begrijp. Voilà. Dat is ook zo'n passepartout woordje. Ja. Begrijpen. Begrijpen is ook zo'n woord van... Ja. Ah ja, inderdaad. En ik begrijp wat hij bedoelt. Ja. Maar laten we het even ook hebben over. Voilà. Ja. En dan natuurlijk de ultimate way om conversaties een keer een andere wending te geven, zijn onze breinpiraten emo-kaarten die net voor kerstdag beschikbaar gaan zijn. Ja, en als je dan in gesprek zit, uitsturen. Dan kun je gewoon, maar ja, voor een nieuwjaar dan zeg je gewoon van, en hoe voel je jou daarbij? En dan laat je eens een kaartje trekken. En dan kom je meteen wel weer op een interessante conversatie. Ja, ik moet zo'n kaartenset hebben. Absoluut. Ja, wanneer komen die uit? Ze hebben ze mij beloofd voor 25, dus ik denk 23 december zouden ze normaal gezien ten laatste geleverd moeten worden. 23 december. Ik weet niet wat dat is, 23 december. Dat is een dag, dat is zeker. Dat is een dag. Enfin, het is eigenlijk een etmaal. Het is eigenlijk een maandag. Een maandag, ja. Dus ik hoop van ze
maandag ten laatste te hebben en misschien nog de vrijdag ervoor, maar ik denk dat het eerder de maandag zal zijn. Ja. Dus je kan al pre-orderen via de website, dat is dan voor de luisteraars natuurlijk, omdat al de opbrengsten, we gaan natuurlijk voor een stukje om de kosten te betalen, en al het overschot gaat in... misschien moeten we daar toch ook iets over vertellen, hè? Want we hebben eigenlijk grootse plannen met de Breinpiraten. Absoluut. Dus het wordt binnenkort Breinpiraten Incorporated, maar alleen. Wow. Nee, we gaan eigenlijk een VZW opstarten. En de VZW heeft als expliciete doelstelling om met al de dingen waar we mee bezig zijn, wat we hier zitten te vertellen, om dat zo toegankelijk mogelijk te maken door middel van spelletjes enzovoort, boeken die we willen publiceren. Maar ook bijvoorbeeld het organiseren van breinpiratenkampen. He, er gaat bijvoorbeeld volgende zomer opnieuw een breinpiratenkamp. Misschien zelfs in de paasvakantie, maar dat zijn we nu nog aan het inplannen. Ah, kijk, voilà. Mm-hmm. Zogenaamde dus, bootcamps. Bootcamps. Breinpiratenbootcamps. Ja, ik heb daar nog iets van gehoord, ja. en dus om die kosten ook wat te dekken en om het toegankelijk te maken eigenlijk voor zoveel mogelijk mensen, willen we middels die VZW een soort potje opbouwen waaruit dat we eigenlijk kunnen... kinderen en zelfs scholen enzovoort gaan ondersteunen in een stukje werking eigenlijk. Hè? Ja, absoluut. Absoluut. En daarmee lopen we zo naar het einde van deze podcast toe, als mijn gevoel mij niet bedriegt. Ga een keer kijken naar de timing. We zijn al 46 minuten bezig. Dat is ideaal om zo eens naar een einde toe te gaan. Een tijdelijk einde, want dit is niet het finale einde, want... Volgende week of zo zijn we er zeker weer. Koen, ik vroeg jou daarnet, Hans, hoe jij mindscaping definieerde. En ondertussen heb je zitten bladeren en heb je het bericht gevonden waarin dat je dat zo mooi omschreef. Dus ja, zeker. Als afsluitende metafoor stel ik voor dat we luisteren naar de manier waarop Koen Raat zo heel mooi beschrijft wat mindscaping precies Hans. Is. En waarom dat je naar www.mindscaping.be mag en kan surfen om daar ook te lezen hoe dat je daar zelf eventueel mee aan de slag kan. En wat dat voor jou We hebben trouwens al een paar hele mooie getuigenissen kunnen verzamelen van mensen die we eigenlijk in de voorbije weken hebben begeleid. Die zijn er helemaal van over. Ja. Dus die staan ook op de website www.mindscaping.be om die toch maar nog een keer te vernoemen. Voilà, zeker. Absoluut. Koen Raat, we zijn een en al oor. Wel, mindscaping bevat zowat het beste uit de werelden van NLP, systeemdenken, positief denken, limbisch coachen en de Ericksoniaanse hypnose. Werkt 100% inhoudsvrij, is 100% breinpiraatproof en nog zoveel meer. Wauw. Ja, ik had het niet beter kunnen verwoorden. Dank daarvoor. We gaan afsluiten met de empowering question, de vermogende vraag voor deze avond die jullie de hele kerstperiode en lang nadien mag bezighouden. En Stef, hoe luidt die vraag? Wel, die vraag luidt... als volgt. Ja. Dus luid eigenlijk. Ja, luid, ja. De vraag is, wat ga jij vandaag beginnen doen om jouw taal met meer magie in te zetten? En hoe zal dat jouw leven veranderen? En het mag ook een beetje moeilijker zijn, maar vooral ook leuker. Leuker. En magie is niet de vrouwspersoon, hè? Dus... Nee, het is niet magie. Het is magie. En zo ook dat het lichtjes prikkelend is. En misschien weet je trouwens een beetje vervelend voor de ander. Het woord magie, magisch, is nauw verwant met het woordje meester. Mm-hmm. Dus oorspronkelijk waren dat één en dezelfde termen. Meester, magier. Ja, meester, meester, magister, magisch, magistraat. Ze zijn allemaal magisch. Dat was er vroeger, maar misschien is dat van voor jouw tijd, maar jij moet dat nog gekend hebben. Ja, want ik ben een grootvader. Magister Magius. Magius, inderdaad. Ja. Was dat een serie op was dat geen BRT of zo? Jeugd of zoiets. Magister Magius. Ja. En ik vind dat altijd zeer mooi. Mijn vrouw is apotheker. Hè? En ziekenhuisapotheker. En soms wordt daar gevraagd om een
magistrale bereiding te maken. Wauw. Schitterend. Dus dat is echt wel... Allee, dan haalt ze haar heksenketel boven. Fantastisch. Goh. Bon, ik stel voor dat we elkaar ook allemaal nu al een beetje een prettige kerst- en nieuwjaarsperiode toewensen. Alhoewel iets in mijn linkervoet, en ik vermoed dat het mijn kleine teen is, zegt, of althans laat blijken, dat de kans groot is dat we tussen nu en kerst misschien nog wel eens podcast nummer 24 gaan publiceren. En die lanceren zo de dag voor kerst. De dag voor kerst, ja. Met dan tips voor nieuwjaar en Pasen. Ja. Een kwestie van op tijd te zijn. Ahoy!